Zeker, hartstikke mooie middag. Ja, natuurlijk als je eerst een goal scoort, voor mij was het na een minuutje of 10 of ja, ik weet niet precies, zoiets. Heel rap, ja. En nou, dat was een lekker begin. Met name omdat de wedstrijd ook wat later begon. Dus nou, we zeiden tegen elkaar van de eerste klappen die moeten wij uitdelen en niet hun. Dan gaat het een leuke middag worden. En nou ja, dat zei zo. Ja, de keeper die zei dat het een overtreding was. Heb je er eens van gezien bij die goal van jou? Een overtreding? Ja, ik heb er niks van gezien, maar ik moet nog even terugkijken. Maar Klaas, volgens mij blokte Klaas hem wel. Maar hij telt, dus ja, we kunnen er lang en breed over praten, maar ja, hij telt wel. Dan na het eerste half uur, dat liep lekker. Zeker, in de eerste helft vond ik ons, ja, eigenlijk moeten we gewoon 3 of 4 goals maken, denk ik. En dan krijg je hem vlak voor de rust, krijg je hem nog tegen. Ja, en dan heb je in de rust met elkaar erover en in de tweede helft krijg je hem gelijk weer tegen. Dat is natuurlijk wel, dat is niet goed. En hun gingen ook iets anders spelen, omdat wij ook, ze hadden niet verwacht dat wij 4-4-2 zouden spelen. Dus hun gingen ook iets anders spelen, dus volgens was wennen in de tweede helft. En ja, gelukkig hebben we nog 3 punten aan overgehouden. Ja, je zag Volendam ook het felle spelen in de tweede helft. En die gingen er weer in geloven natuurlijk. Ja, nee, absoluut. En ja, en ze hadden tactisch iets anders gedaan. En hadden wij de tweede helft gewoon, ja, hadden we gewoon moeite mee. Dat zag je ook op een gegeven moment ook wel. En gelukkig schiet Johnny de bal fantastisch erin natuurlijk. Hè. Ja, daar kan die keeper ook niks aan doen. Nee, maar ja, hartstikke mooi dat we nog dat we de punten hier houden in ieder geval. Had je er nog vertrouwen in toen die 2-2 viel en jullie zo erg onder druk stonden? Nou, ik dacht niet echt na over de uitslag, maar ik had wel het gevoel van we hebben geen controle nu en ja, dat moest wel wat veranderen. Nou, en op een gegeven moment toen hebben we ervoor gekozen om Simon gewoon als middenvelder bij ons te halen. En dat hij dan doorging denken op de man die zich in liet zakken. Dus dat pakte toen goed uit, kreeg iets meer grip, ook met de wissels denk ik. Een paar frisse jongens voorin en ja, zo zie je maar dat we toch wel toch een hele goede ploeg hebben denk ik. Je hebt die uitwedstrijd tegen Volendam, toen was je er ook al bij. Toen verloor Harkemaas Boys met 2-1, niet kansloos, maar wel verloren. Dat was je hele slechte fase. Wat is er nu veranderd ten opzichte van toen? Nou, ik denk gewoon, het is heel lastig te zeggen, maar je zit ook in een soort van een flow. Ik denk dat alles valt nu op zijn plek. We scoren op de juiste momenten en ja, we zijn gewoon een team, denk ik. En dat is gewoon heel belangrijk als je punten wil gaan halen. Ja, dat is het eigenlijk. Was dat een vreemde wedstrijd natuurlijk? Dat eerst al dat het drie kwartier later begon. Verandert dat iets in die, hoe je naar zo'n wedstrijd toe leeft, die momenten? Ja, nou ja, we gingen naar de warming-up, we gingen naar de kleedkamer. Iedereen die zat helemaal scheemscherm zo'n shirtje aan en we waren dan naar buiten. Maar toen hoorden we dat we nog niet gingen starten, omdat de scheidsrechter, het was in zijn kuit geschoten. Dus ja, dat is wel lastig hoor, moet ik zeggen. Want je bereidt je toch voor, hè. En, ja. Maar ja, we hebben het met z'n allen goed opgepakt. Tenminste, ja, 4-2-1. Ja, en heel goed, dat eerste half uur heel goed. Volgende week tegen ASWH, belangrijke wedstrijd, ook om de periodetitel, kijk je daarna? Naar de periode bedoel je? Ja, nou ja, tuurlijk kijk je daarna. Volgens mij zijn er nu nog 2 wedstrijden die we moeten spelen en volgens mij staan we gewoon bovenaan. Dus ja, het zou gek zijn als je er niet naar kijkt, maar ik denk niet dat we er heel erg bezig mee moeten zijn. Ik bedoel, wij hebben niks te verliezen, we moeten gewoon volgende week lekker gaan voetballen weer. En ja, gewoon dingen doen die we de laatste tijd ook doen. En dan, ja, dan komt het vanzelf wel, denk ik. Ik denk ook, want de andere ploegen moeten volgens mij nog 2 keer winnen. Willen ze over ons heen komen. Dus, Wat weet je nog van de thuiswedstrijd tegen ASWH? Ja, dat was eigenlijk, ja, we verloren die wedstrijd wel. 3-2, dacht ik. Maar dat was wel een soort van de ommekeer. Hè? Want toen speelden we wel een goede pot, dacht ik. Waren we ook de betere ploeg, vond ik. Dus, maar wat ik zeg, volgens mij hoeven wij voor niemand meer bang te zijn in de derde divisie. We hebben nu al laten zien dat we gewoon iedereen een goed partij kunnen bieden en zelfs bijna voor iedereen kunnen winnen.